Het is 6:30 en dit is Belangrijkste Nieuws met Martijn. Ziekte. Het is geen keuze, maar gedrag. Dat staat in het huisreglement van het Kurhaus in Scheveningen. In het hotel is stress, intimidatie, veel overuren en gebrek aan respect aan de orde van de dag. Het management zou een schrikbewind voeren over de ongeveer 300 werknemers. Zo zouden medewerkers buiten het werk om niet met elkaar om mogen gaan en worden overuren nauwelijks uitbetaald. Zo werd er van een 15-urige werkdag maar de helft betaald. De horecavakbond wil nu dat de directie ontslag neemt en dat de arbeidsinspectie onderzoek gaat doen. Het Kurhaus wil niet reageren op het nieuws en wil de klachten eerst intern gaan onderzoeken. De Amerikaanse president Obama is deze week weer in Europa. Dit keer voor een gesprek met de nieuwe Oekraïense president en voormalig chocolademagnaat Poroshenko. De ontmoeting vindt plaats in Warschau. Obama is ook in Europa voor de 70-jarige herdenking van D-Day op 6 juni in Frankrijk. Bij deze herdenking zal ook de Russische president Poetin aanwezig zijn. Het is niet bekend of Obama ook met hem zal praten. Poetin heeft wel een gesprek met de gastheer van de herdenking, de Franse president Hollande. 150 kogels, waarvan het merendeel nog gevuld was. Ze zijn gisteravond gevonden op straat in het Zeeuws-Vlaamse Oostburg. Waar de munitie vandaan komt is nog niet duidelijk. Het buurtonderzoek heeft niets opgeleverd. En dan iets opmerkelijks. 5 jaar verplichte opname in een psychiatrische kliniek plus 5 jaar celstraf. Dat heeft een 43-jarige Engelsman, in Engeland uiteraard, opgelegd gekregen van de rechter vanwege zijn hobby. En daar zit wel een luchtje aan, want deze man heeft een obsessie voor vlaaien. En dan niet die uit Limburg, maar die van een koe. Jarenlang rolde hij er naakt doorheen, tot grote ergernis van de boer die dit allemaal overkwam. De man heeft met zijn vlaaien gedrag al meerdere straffen gehad wegens vernieling, brandstichting en bedreigingen. Maar hij bleef steeds terugkomen naar dezelfde boerderij. En nu heeft de rechter besloten dat hij behandeld moet worden. En dan een weerberichtje denk ik, hè? Zeker weten. Yes, oké. Okay. Vandaag kan je de blije fietsers onder ons herkennen aan de vliegjes tussen de tanden. Want met geen tot nauwelijks wind, zon en 20 graden wordt het een mooie lentedag. Ik zou liever op een terras gaan zitten. Morgen, dan wordt het ietsjes minder. Hoewel de temperatuur hetzelfde blijft, neemt de kans op bewolking en een enkel buitje toe. En dit waren de headlines. Ja, prachtig. Goed gedaan, man. Applaus zou ik zeggen. Woehoe. Ja. Ja, echt goed gedaan. Je hebt even wat positieve dingen. Je hebt een mooie stem, vind ik. Echt, dat is wel vaker tegen je gezegd, denk ik. Je kan het goed voorlezen. Alleen dat is tegelijkertijd ook het minpuntje. Dat het klinkt nog een beetje echt als een hele serieuze journaallezer. Okay. En ik ben eigenlijk wel op zoek naar iemand die het ook een beetje kan vertellen. Van, die gewoon eigenlijk... Alsof hij naast me zit in de kroeg van... Hey, Sander, ik was van de week hier en hier en dit heb ik meegemaakt. En dat dan zo brengt. Maar nou ja, voor een eerste auditie vond ik het echt geweldig. Dus don't call us, we call you. Komt helemaal goed. Ja, vond je het leuk om te doen? Was je zenuwachtig? Vond het zeker leuk om te doen. Oké. Okay. Was een beetje zenuwachtig, maar ja. Dat is nu wel weg. Ja, nee, goede stem en ik ben helemaal bijgepraat. Dankjewel. Alsjeblieft. Yes.